Van wie zijn deze twee lijken? Wat is er gebeurd? Dat ga ik jullie allemaal vertellen, of toch bijna allemaal. Maar laten we eerst beginnen bij het begin. Dit is Julie, een 15-jarig meisje. Haar ouders zijn eigenaar van de slagerij. De slagerij van der Smissen. En dit is haar buurjongen Robert, ook een 15-jarige jongen. Zijn ouders zijn ook eigenaar van de slagerij Idrissi. Er is wel een klein probleempje. De twee slagerijen staan naast elkaar in hetzelfde straatje. Waardoor de Van der Smissen en de Idrissi niet goed overeenkomen met elkaar. En dat gaat zorgen voor ruzies. Maar Julie was zo verliefd op Robert dat ze besloot om de eerste stap te zetten door een papiertje in zijn brievenbus te steken. Waarop stond afspreken. Toen Robert langs zijn deur liep, zag hij een brief liggen. Hij raapte die meteen op en scheurde hem open. Toen hij het woordje afspreken zag, dacht hij meteen aan Julie. Plots kreeg hij het warm en begon hij te blozen. Robert had een papiertje in Julie haar brievenbus gestoken om te zeggen dat hij heel graag wou afspreken. Dus ze spraken woensdag namiddag af in het cafetaria van het zwembad na Julie haar waterballentraining. En ze kwamen zo goed overeen dat ze zo vaak mogelijk afspraken. En voordat ze het wisten waren ze zelfs samen. Maar wel nog altijd in het grootste geheim, want als hun ouders dat te weten zouden komen, zouden ze heel kwaad worden. Ondertussen waren ze al een tijdje samen en besloten ze om een weekendje naar Parijs te gaan. Julie heeft tegen haar mama gezegd dat ze geselecteerd was voor het nationale waterballenteam en dat ze 2 dagen op stage gingen in de Bergen. En Robert heeft tegen zijn ouders gezegd dat zijn beste vriend hem had uitgenodigd om een weekend naar zee te gaan. Alles ging zoals hun plannetje. Ze gingen samen naar Parijs. Maar zondagochtend werden ze wakker gemaakt in een hotel door luid geklop op de deur. Wie zou dat zijn? Zijn hun ouders te weten gekomen dat ze hebben gelogen? Zouden die lijken van in het begin van Julie en Robert zijn? Maar hoe is dat allemaal gebeurd? Om dit te weten te komen ga je dit romantisch boek van Pepijn Lievens moeten lezen. Dit boek heet Romeo en Julia, een vleeselijk liefdesverhaal voor altijd. Meestal schrijft Pepijn fantasierijke kinderboeken, maar 2 jaar geleden schreef hij een liefdesverhaal. Zelf vond ik het boek heel tof om te lezen. Ik heb het boek ook zeer snel uitgelezen, wat meestal niet zo is, want ik lees niet zo graag boeken. Maar dit boek is wel een aanrader.